Nou ja, we zijn eigenlijk ook een beetje weer gekkies. Want we wisten al dat deze storm ging komen. Dus dat wisten we al. En dan gaan we echt kijken hoe laat komt de wind. Hoe laat stopt het. En er staan mensen op het strand die houden de tijd bij hoe laat het is. En we kijken echt om de zoveel minuten. Wat is de wind? Wat doet het nu? Dus we weten wel wat er gaat komen. Hmm. En dan was het op de duur merk je aan jezelf dat de vlagen zo hard werden. Dat je denkt, waarom doe ik dit nog? En dan ga je eraf. Maar westenwind, dan word je dus richting land geblazen. Zuidwest was hier nog hier. Oh, ja, zuidwest. Okay. Bij vol west dan zouden we weer op een andere locatie gaan kuiten. Bijvoorbeeld Scheveningen, dan, omdat de kust daar iets schuiner loopt. Dus je kiest dan echt de plek uit voor... Is het al Olympisch of niet? Dit zal nooit Olympisch worden, maar er komt foilen. Sorry dat ik het zeg, een beetje suffer. Ja, nou, ik weet toevallig, ik volg jullie toevallig op Instagram. Ja. En jullie waren ergens in het Caribisch gebied ook aan het kiten. Als je dit nu zo ziet. Ja, wij springen net iets minder hoog. Net, 2 meter verschil. Maar als je dit zo ziet, is dat dan niet zo waar je denkt, joh, vet? Of toch... Ja, als ik dit nu zou doen, zou dit per ongeluk zijn. Maar ik vind het wel heel vet. Ik heb wel heel veel respect voor mensen die dit kunnen, Ja, dit is toch tof. Nou.